Assalamu alaikum, vrede zij met jullie en welkom bij een nieuwe video van Waarom Islam. In de vorige video hebben we een start gemaakt met het verhaal van Jezus, vrede zij met hem. We hebben gekeken naar het leven van de vrome en kuise Maria en naar de geboorte van Jezus. In deze video zullen we gaan kijken wat de boodschap van Jezus was, hoe de kinderen van Israël reageerden op de boodschap van Jezus en tot slot welke tekenen Allah gaf aan Jezus om deze boodschap te verkondigen. In de vorige aflevering hebben we gezien dat Jezus als baby in een wieg sprak tot de mensen. Toen dat eenmaal gebeurd was, verspreidde het nieuws over deze baby razendsnel onder de kinderen van Israël. De mensen begonnen te praten over Maria en haar jonge zoon Jezus. Jezus die tot de mensen sprak terwijl hij nog als baby in de wieg lag. De kinderen van Israël waren verbaasd. Wat is het verhaal van deze baby die tot de mensen sprak terwijl hij pas net geboren was? Hoe is het mogelijk dat een baby als een volwassene man, de mens heeft aangesproken. Het is een teken van Allah. Allah heeft Maria op deze manier vrijgesproken van de beschuldigingen en tegelijkertijd Jezus tot profeet gemaakt. Maar wat was de boodschap van deze profeet, Jezus, vrede zij met hem? De boodschap van Jezus was simpelweg: o kinderen van Israël, ik ben een profeet en boodschapper van Allah. Hij heeft mij gestuurd om dezelfde boodschap te verkondigen die Mozes en de profeten daarvoor verkondigden. O kinderen van Israël, aanbid daarom Allah. Hij is jullie God. Jullie hebben geen ander God dan Hij, de schepper van de hemelen en de aarde. Dit alles vinden wij terug in de eerste woorden van Jezus, vrede zij met hem. De allereerste woorden van Jezus vinden we terug in de Koran, in hoofdstuk 19, vers 30. Hij, die Jezus, zei: ik ben een dienaar van Allah. Hij heeft mij het schrift gegeven, de Injil, en mij tot profeet gemaakt. En in vers 36 van hetzelfde hoofdstuk zien we dat Jezus het volgende zei. Jezus zei: en voorwaar, Allah is mijn Heer en jullie Heer. Aanbid hem dus. Dit is het rechte pad. En op meerdere plaatsen in de Koran en in de authentieke overlevering van de profeet Mohammed, vrede zij met hem, vinden we dezelfde boodschap van Jezus, vrede zij met hem, terug. Jezus speelt dan ook een hele belangrijke rol in het leven van een moslim. Allah heeft over Jezus, vrede zij met hem, gesproken. Allah heeft hem en zijn vrome moeder geëerd in de Koran. De profeet Mohammed, vrede zij met hem, heeft vol lof en respect gepraat over de profeet Jezus, vrede zij met hem. Sterker nog, je kan geen moslim zijn als je niet in Jezus en zijn moeder Maria gelooft. Het geloof in Jezus is een onderdeel van het geloof waarin elke moslim dient te geloven. Dit geldt trouwens voor alle profeten, dus ook voor Mozes, Abraham, Noach enzovoorts. Dus, beste kijker, het enige wat Allah van jou vraagt, is dat je in Allah gelooft en in de profeten en openbaringen die zijn meegegeven aan de boodschappers. Accepteer Jezus, vrede zij met hem, als een machtige profeet en geloof in hetgeen Allah over hem heeft verteld in de Koran. Als je dat doet, dan heb je de belofte van Allah dat hij je het paradijs zal doen binnendringen. Terug naar het verhaal van Jezus. Jezus bleef in de tussentijd als een jonge man wonder verrichten. Toen het nieuws de kinderen van Israël deze keer bereikte, besloten ze om samen te zweren tegen de keizer Maria en haar zoon Jezus, vrede zij met hem. Toen Maria dit hoorde, was ze bang dat ze haar jonge zoon iets zouden aandoen. Allah inspireerde vervolgens Maria dan ook om met Jezus te vluchten naar een veilige plaats. Hierover zegt Allah in de Koran in hoofdstuk 23, vers 50. En we hebben de zoon van Mariam, Jezus dus, en zijn moeder Maria als een teken gemaakt. En wij gaven hen een toevluchtsoord op hoge gronden, een rustplaats, zekerheid en stromende rivieren. Jezus en zijn moeder Maria waren dus gevlucht. Waarom? Omdat de kinderen van Israël samenzweren tegen hen. Voor hun eigen veiligheid moesten ze wel vertrekken. Jezus en Maria verbleven op deze veilige plaats, totdat Allah hen beiden openbaarde om weer terug te gaan naar Jeruzalem. In de tussentijd was Jezus, vrede zij met hem, een jonge man geworden. Hij begon dan ook de mensen wederom uit te nodigen naar het aanbidden van Allah, de schepper van de hemel en de aarde. We weten nu wat de boodschap van Jezus was. Net zoals elke profeet kreeg ook Jezus, vrede zij met hem, hulp van Allah. Hulp door middel van duidelijke tekenen, waardoor de kinderen van Israël zeker zouden weten dat Jezus inderdaad een profeet en boodschapper van Allah is. Gekomen met de waarheid van zijn Heer. Jezus, vrede zij met hem, werd net als iedere profeet gestuurd door Allah met tekenen die in overeenstemming waren met de tijd en plaats waarin het volk van de profeet leefde.
En zo werd Mozes vredesheim met hem gestuurd in een tijd waarin tovenarij wijdverspreid was. De meeste mensen in de tijd van Mozes waren op de hoogte van tovenarij en waren er bekend mee in het dagelijks leven. Daarom liet Allah hem wonderen verrichten. Wonderen waar de beste tovenaren in die tijd zelfs verbaasd over waren. Daardoor wisten de tovenaren en de mensen in de tijd van Mozes dat tekenen waren van Allah. En dat Mozes inderdaad een profeet, een boodschapper is van de enige ware God. Toen de mensen de tekenen van hun Heer zagen, volgden zij Mozes en gaven zij zichzelf over aan Allah. Op dezelfde wijze werd Jezus vrede zijn met hem gezonden in een tijd van dokters en genezers. Allah liet Jezus daarom wonderen verrichten die zo ongelooflijk waren dat ze niet anders konden dan te geloven dat Jezus vrede zijn met hem een profeet en boodschapper van Allah is. Stel je voor dat je dokter bent in de tijd van Jezus. Je geeft een bepaald medicijn mee aan iemand. Vervolgens komt Jezus vrede zijn met hem langs en hij geneest die persoon ter plekke met de wil van Allah. Hoe kan een dokter de blinden en leprozen genezen? Sterker nog, hoe kan een dokter iemand tot leven brengen? Het antwoord is simpel. Dat kan niet, behalve met de wil van Allah. Zo ook Jezus, vrede zijn met hem. Hij verrichtte ongelofelijke wonderen met de wil van Allah. Wonderen waaraan de beste doktoren in die tijd niet aan konden tippen. Over naar de tekenen van Jezus, vrede zijn met hem. Het eerste teken van Jezus was de geboorte van Jezus zelf. Jezus was op een wonderbaarlijke manier geboren. Vervolgens zou Jezus als baby in de wieg spreken tot de mensen. Maar er zouden nog vele tekenen volgen in het leven van Jezus, vrede zijn met hem. Zo zou Jezus de mensen op de hoogte brengen van hetgeen zij thuis hadden gegeten en wat ze thuis allemaal bewaren. Jezus, vrede zijn met hem, vertelde mensen dus over dingen die niemand zou kunnen weten. Het nieuws over Jezus bleef zich dan ook verder verspreiden onder de kinderen van Israël. Maar Jezus zou nog meer wonderen verrichten met de wil van Allah. Allah zegt hierover in de Koran, in hoofdstuk 3, vers 46 en verder. En hij spreekt tot de mensen vanuit de wieg en als volwassenen, en hij behoort tot de rechtschapenen. En hij onderwijst hem het schrift en de wijsheid en de Torah dus, en de Injil, evangelie. En hij, Jezus, is als een boodschap voor de kinderen van Israël, zeggende, voorwaar, ik ben tot jullie gekomen met een teken van jullie Heer. Ik maak voor jullie uit klei iets wat op de vorm van een vogel lijkt. Vervolgens blaas ik erin en het zal, met de wil van Allah, een vogel zijn. En ik genees de blinden en de leprozen. En ik doe de doden met de wil van Allah tot leven komen. En ik vertel jullie wat jullie eten en wat jullie in jullie huizen bewaren. Voorwaar, daarin is het teken voor jullie, als jullie gelovigen zijn. Uit het lezen van deze verse is het duidelijk dat Jezus vrede zijn met hem veel wonderen heeft verricht met de wil van Allah. Zo zien we dat Jezus zowel de Torah die geopenbaard was aan Mozes en de evangelie, de Injil, beide uit het hoofd kende. Allah vertelt ons dat hij speciaal gezond is naar de kinderen van Israël. Sterker nog, Jezus vrede zijn met hem was de laatste profeet die gestuurd was naar de kinderen van Israël. Jezus heeft met de wil van Allah vogels gevormd uit klei. Vervolgens zou hij erin blazen en het zou een echte vogel worden. Hij genas de blinden, de leprozen en zelfs de doden bracht hij tot leven. Allemaal met de wil van Allah. Dit zijn de tekenen van zijn Heer, Allah, de schepper van de hemel en aarde. Tot zover deel 2 van het verhaal van Jezus. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. We gaan verder met het verhaal van Jezus. Vrede zijn met hem.